Ja, wat nou eerst? Camera of lens kopen? Sorry, even onderbreking. Je moet natuurlijk wel weten wat de voordelen zijn van een nieuwe lens of een nieuwe camera. En natuurlijk zijn er heel veel scenario's die natuurlijk jouw keuze echt bepalen. Nu we gauw verder. Straat fotograferen, je wilt niet opvallen, nou, dan is het eigenlijk beter om een nieuwe camera te kopen. Want een camera kan het verschil maken. Als je bijvoorbeeld zo'n grote camera als dit hebt, dan kan het best eng zijn voor mensen. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je een camera koopt wat lekker klein is, heel onopvallend is en wat heel erg belangrijk is. Een camera die gewoon eigenlijk direct de knop heeft waar je heel snel bij je instellingen kan zijn. Misschien een kant-en-bar scherm, ook wel fijn als je met een kant-en-bar scherm kan werken, dat je net even creatieve hoeken kan pakken. Ik denk dat je een beetje daaraan moet denken. Dan haal je wat meer uit je body, het valt minder op en je gaat gewoon veel beter fotograferen. Klaar. Portretfotografie, daar is het heel erg belangrijk dat je bijvoorbeeld een hele onscherpe achtergrond wil. Ja, dan moet je eigenlijk echt een lichtgevoelige lens kopen. Dat kun je gewoon niet met een nieuwe camera doen. Ja, dat is leuk met een mooie nieuwe sensor, misschien een hogere resolutie. Maar ga je niet halen met die onscherpte. Je wilt gewoon een lichtsterke lens kopen, dus dan heb je dat echt nodig. Of als je bijvoorbeeld heel erg met straatfotografie, bijvoorbeeld architectuur werkt. Ja, dan is het misschien handig om te zeggen, pak een groothoeklens, mooi met perspectief spelen. Ja, dan heb je echt, zo'n lens heeft dan echt zin. Dan heb je echt meerwaarde aan zo'n lens. Dat was wel leuk, maar werd al snel donker. Maar dat zijn dus even twee scenario's waar je op moet letten als je gaat kijken naar een nieuwe camera of een nieuwe lens. En natuurlijk speelt er veel meer mee. Denk even aan de body. Stel je gaat naar een body kijken, hou dan rekening met een aantal dingen. Resolutie, lichtgevoeligheid in de sensor, de ruis die erop zit, de knoppen die je hebt, autofocus systeem. Dat zijn allemaal dingen wat je gaat krijgen bij een nieuwe body. Maar wat krijg je bij een nieuwe lens? Ja, scherpte, diepteval, lichtgevoeligheid. Compactheid of zoombereik. Denk aan dat soort dingen en probeer dat soort dingen dus te matchen met hetgeen wat je zoekt in je fotografie. Nou, dat was dan weer een korte video waar je rekening mee moet houden met het kopen van of een nieuwe lens of een nieuwe camera. Waar hou je rekening mee? Denk goed na, mensen. Het is duur, ik weet het. Kost geld. Denk na. Ik ga in mijn aankomende video's ga ik nog wat dieper in over de cameratypes, over lenzen. Dus dit is het even kort. Blijf zeker even volgen. Abonneer even op mijn kanaal dat je op de hoogte blijft. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer.